Ja, ik ben even een beetje aan het oefenen. Ja, zoals die Sophie Hermans doet. Ja, die mevrouw, zoals ik haar noem, mevrouw Drijfzand. Ja, die van de VVD. Die moet de hele dag voor de spiegel staan. Anders kan, ja, en mijn bekjes trekken. Ja. Ja, heb je er weer gezien? Het is toch ongelooflijk, hè, in de politiek. Ja, hoe makkelijk dat gaat, hè. Gewoon, er komen verkiezingen aan. En dan ineens, dan ben je ervoor dat er geen verhoging komt voor de accijns op de benzine. Ja. Nou, vrienden, die stond al genoteerd voor 1 januari. Er moest 20 cent erbij of zo. En nu ineens, omdat er verkiezingen aankomen, zegt de VVD, die komt met een voorstelletje. Nee, dat gaan we niet doen. Haha, hey, dat is even opportunisme eerste klas. En dan gelijk een aantal van die partijen die daar dan ook onmiddellijk op die wagen springen en mee willen profiteren van, ja, nee, oh, we denken ineens aan de arme mensen en aan de burgers. Ja, nee, die 20 centen, dat moet maar niet doorgaan. Nee. Nou, als er nu geen verkiezingen waren geweest, hè, vrienden. Nou, nee, dan was dat echt niet doorgegaan, hoor. Nee, dan had die was zeker niet met dit voorstel gekomen. Nee, want weet je nog, toen met het prijsplafond, toen met de energie, en toen moest er een groot bedrag, 1 miljard, of weet ik veel, 2 miljard of zoveel miljard, die moest even worden vrijgemaakt. En toen kon allemaal niet. Dat kon direct niet. En er moest gewacht worden tot 1 januari en eigenlijk later naar Prinsjesdag. En dat was allemaal gedoe. En er gebeurde gewoon toen helemaal niks. En nu ineens kan het allemaal wel. Met de accijns op de benzine. Want nu hebben ze ineens een of ander speciaal fonds gevonden. En nou kan het wel allemaal betaald worden. Nou. Hé, hey, zo werkt de politiek, vrienden. Ja, als er maar verkiezingen zijn. Dus, wat blijkt nu gewoon? Er moeten gewoon veel meer verkiezingen komen. Want dan kan er van alles.